Hallo iedereen en welkom terug weer bij een nieuwe video. En deze keer weer gezellig eentje van ons samen. Het is alweer eventjes geleden dat we samen een video hebben gefilmd met deze camera. Ik wil ook meteen eventjes zeggen, onze microfoon is leeg. Dus we nemen op dit moment op met een andere microfoon die hopelijk goed genoeg is. Maar mocht je het horen, dan weet je nu waarom dat is. Dat het iets anders klinkt dan normaal. Ja. Maar we vinden het wel heel erg gezellig om weer samen een video op te nemen. En het is ook nog eens een shoplog. We weten dat jullie shoplogs ook heel erg leuk vinden om te zien. Dus ik heb er zin in. Ja. En voordat we verder gaan, willen we ook heel graag nog eventjes wat delen. Larissa en ik die zijn namelijk een tijdje heel erg druk bezig geweest met het maken van een e-book. Dat deelde ik laatst al in een andere video. Vrij subtiel eigenlijk. En we kunnen nu eindelijk het onderwerp en misschien zelfs al de cover laten zien. Want het is een e-book die we hebben geschreven over Utrecht. Ja, in dit e-book hebben we heel veel adresjes, maar dan bedoel ik ook echt heel veel adresjes. Hotspots voor eten en drinken, leuke dingen doen, overnachten. Het is echt een boek vol met superleuke dingetjes. We hebben er keihard aan gewerkt. En we weten dat jullie ook altijd bij ons een beetje vragen om leuke tips. Onze persoonlijke tips. En die hebben we dus nu allemaal gebundeld op één plek, want het leek ons gewoon super handig. En ook ja, nu in deze tijd vonden we het ook wel fijn om de locals op die manier een beetje te supporten. Dus we hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij over dit e-book. Ja, mocht je interesse hebben om het e-book zelf ook te hebben, we zetten het linkje in de beschrijving, want hij zal gewoon verkrijgbaar zijn in onze Endless Weekend webshop. Als deze video online komt, is het e-book waarschijnlijk gelanceerd. Ja. Als het goed is. Nou, dan gaan we nu echt even door met de shoplog. We hebben allemaal mooie kledingstukken van de winkel Catwalk Junkie. Die zit in Utrecht. Zit ook in Amsterdam. En we hebben allemaal hele mooie dingetjes daarvan. Lekker zomers en kleurrijk. Deze heb je misschien al wel gezien op mijn Instagram. Dit is namelijk een heel mooi kroptopje met bloemetjes. En dan hier aan de binnenkant zit zeg maar zo'n touwtje waarmee je hem korter en langer kunt maken. Een beetje vorm kunt geven. En ja, ik vind hem echt super cute. Nou, ik heb deze top in maat S en deze was €59,95. Ik heb hem zelf al gedragen op een shortje, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar hij kan ook gewoon heel mooi staan op een flared pants of juist op een hele wijde broek. Ik vind het wel sexy en speels staan dat dan de schouder ook zo open is. Dus super nice. En het volgende item dat ik heb, heeft ook kleur, moet je kijken. Dit is een super leuk geel blouseje. Ja, blouse shirtje, moet je het eigenlijk noemen. Ja, weet ik eigenlijk niet hoe je dat noemt. En ik vind deze wel heel erg leuk. En hij heeft een beetje wat wijdere mouwtjes. En er zit een soort van palmbomen, tropische print op, wat ik wel heel erg cute vond. En ik dacht dit ook inderdaad gewoon in combinatie met een leuke stoere denim short. En, met dat je docks erbij en zo. Ja, docks erbij. En deze heb ik ook genomen in een maat S. Ik vind dat Catwalk Junkie een beetje ruimer valt qua maten. Dus een S'je paste goed en deze was €59,95. Dan heb ik hier een hele leuke crop top is het eigenlijk. Hij is wel cropped, maar hij is niet super, super, super kort. Dus het is wel heel erg leuk om die alsnog met een high-waisted broek te dragen. Dus als je een beetje beweegt, dan zie je een beetje huid. Maar het is niet dat je continu in je blote buik rondloopt. Dus dat is ook wel heel erg comfortabel. Hij is ook lekker wijd, heeft een beetje zo'n wide fit. Ik heb hem in een maat M ook genomen. En ik vind hem gewoon heel leuk. Er staan palmboompjes op en maakt me helemaal vrolijk. Lekker zomers. En deze Paradise top die kostte €59,95. Nou, en ik heb nog een topje, want ik had echt nieuwe tops nodig. En jongens, weer kleur. Ja, ik ben ook verbaasd. Ja. Wat is er allemaal aan? Nou, het komt echt gewoon door de zomer. Dan draag ik gewoon misschien wat liever wat kleur. En dit is een heel leuk wrap topje in een lichtblauwe kleur met leuke schattige bloemetjes. Echt een hele mooie kleur. En dan heeft hij hier een beetje een ruche effect. En hieronder ook. Dus hij is echt super schattig. Maar ik vind het dan heel erg leuk om dit een beetje met een contrasterend item te combineren. Zoals Dr. Martens, een shortje, zwarte jeans misschien. Dus dan blijft het wel een beetje wat meer Laris. Deze heb ik ook weer in een maat... Oh, sorry. Dat zit in mijn gezicht. Deze heb ik ook weer in een maat S genomen. En deze is €59,95. Dan heb ik hier een top. En die lijkt een beetje qua vorm op de top die Larissa eerder liet zien. De gele. Dus wat is het? Is het een blouse? Is het een shirt? Nou, in principe, hij kan wel los. Een blouse shirt. Maar ik vind deze kleur zo ontzettend mooi. Dit is echt een beetje bruin, roestachtig. Baksteen. En ik vind dat gewoon heel erg mooi staan altijd. Dus ik vind deze echt heel tof. En ik vind het ook wel mooi dat hij zo'n V-hals heeft. Dan heeft hij wat meer vorm gewoon. En heel chill. Hij kan ook heel mooi door in de herfst, vind ik altijd. Dit soort en dat inderdaad. Dus eigenlijk zo'n perfecte overgangs
top. Mm-hmm. Van de, ik wil nog eigenlijk niet denken aan de herfst, nee, als je het sorry. Heel erg vindt. Maar inderdaad, deze kan je wel meenemen het najaar in. En even kijken, ik heb hem ook in een maat S. Ja, hij is gewoon heel mooi. En deze prijs, het was, even kijken, deze was €54,95. Bij het volgende item gaan jullie waarschijnlijk denken, wow, wat even, weet je wel, wie is dit? Kijk dan, het is echt een super erg bloemerig jurkje. Ja, wow, wat is echt super. Ja, een super bloemerig jurkje, ja. Mijn slechte omschrijving ever. Maar het is echt een heel leuk jurkje, korte mouwtjes, hij heeft een beetje een soort van V-halsje en dan van die knoopjes naar beneden. En het printje is echt heel erg zoet. En voordat je denkt, yo, Laris, hoe ga je dit combineren dan? Ik heb één woord voor je. Mijn platform Dr. Martens. Gewoon echt super chunky. Booster ronde knallen. Lekker gewoon heel heftig. Omdat dat juist wel heel leuk is met zo'n super schattig jurkje. Mm-hmm. Die je trouwens ook nog aan de achterkanten kan strikken. Ja, dan kan je echt een beetje een mooi middel creëren. Of je kan hem strikken aan de voorkant. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Of gewoon loslaten of is dat gewoon gek? Kom ik nu weer met ideeën? Nee. Weet je, ik zeg al niks meer. En deze heb ik ook genomen in een maat S. En deze was €79,95. Zo, en dan is dit het jurkje aan. Hij komt nog wel iets boven de knie bij mij. En ik heb er eventjes deze docks onder gecombineerd. Ze zijn ook wel heel erg leuk. En ik denk dat die platform ook wel heel tof staan. Maar ik zat te denken dat die misschien nog net ietsje flatterender staat op mijn lichaam als ik hem ietsje korter maak, zodat je iets meer been ziet. Maar ik vind het wel echt een heel erg mooi model. Ik heb hem nu eventjes aan de achterkant gestrikt. En hij valt gewoon wel echt heel erg mooi en flatterend. Nou, dit jaar wordt het waarschijnlijk een staycation of misschien een autovakantie. Maar goed, ik hoop wel op een gegeven moment een zee te zien, een zwembad en dan gewoon lekker te zwemmen. Of ik ga gewoon lekker in het park liggen. Maar goed, ik vond een bikini wel heel erg leuk. En deze is roze met zebrapint. En ik heb even moeite met het laten zien, omdat het twee losse stoffen zijn. Maar het heeft een hele mooie triangel. En dan is dit broekje, die heeft aan de achterkant heeft zeg maar van die ribbeltjes. Nou, toen ik dat aan Serena liet zien trouwens, die begon ten hemel te gillen. En zei, wow, dat is echt super goed. Dan komen je billen er goed in uit. Toen dacht ik, nou ja, is inderdaad wel zo. Kan ik best wel zeggen, denk ik. Dus ik ben er wel heel erg blij mee met deze. Het is een hele leuke, lekker zomerse bikini. En even kijken, het topje was €39,95 en het broekje was €29,95. Deze heb je in een S. En ik heb deze in een maat M. Oké, dit is de bikini als ik hem aan heb. De achterkant vind ik vooral heel erg mooi. Dat het broekje zeg maar zo loopt. En dan heb ik hier dit broekje iets hoger opgetrokken. Niet te hoog, maar wel een beetje. Dat vind ik toch wel mooier voor de vorm. En dan heeft hij hier gewoon een hele mooie triangel. En ik vind de kleur ook wel echt heel erg mooi staan. Het is eigenlijk als ik er nu naar kijk, valt hij bijna weg tegen mijn huid. Maar hij is toch nog een beetje roze. Wat ik stiekem wel een klein beetje jammer vind, is dat hier geen padding in zit. Dus misschien dat ik dat er zelf nog wel heel eventjes in ga doen. Dan heb ik hier nog een heel fijn wit basic shirtje. Of tenminste, hij is niet super super basic, want hij heeft zo'n leuk strikje aan de voorkant. Mooie V-hals. En het is ook een heel lekker zacht, ja, een beetje een ripstofje. Oh ja. Hij heet Short Bibi. Deze was €39,95. En het is echt de perfecte basic die je echt met alles kunt dragen. Dus ik heb hem eigenlijk al een paar keer gedragen. Ik ontdekte net een klein foundation vlekje die ik er straks even meteen moet uithalen. Maar goed, hij is wel echt heel erg fijn. Hij zit super lekker. En had ik al gezegd welke maat ik hem had? Nee, ik heb een maat M genomen van deze. Dan zit hij toch net iets losser. Nou, je ziet het wel een beetje aan wat we nu aan hebben, maar we zijn ook echt dol op gewoon donkere t-shirts dragen. Dus ik heb er nog eentje een lekker voor bij de collectie. En deze vind ik echt super leuk. Het is een heel soort van bijna vaal zwart kleurtje slash donkerbruin. Je ziet en dan het wel zit er een zo. Echt een hele. Oh ja, daar zie je hem goed inderdaad. Er zit een hele leuke print op met palmbomen, sterren en een maan. En eronder staat Somewhere Slower. En dat vond ik wel echt heel erg chill en leuk. Deze heb ik genomen in een maat L, zodat hij een beetje wat meer oversized is. Dat een beetje de schoudertjes eroverheen hangen, wat ik wel heel erg leuk vind. Deze is €39,95 en heb ik echt al heel vaak gedragen eigenlijk sindsdien. Hij valt heel lekker zacht ook. Ja. Nou, dan heb ik hier een rok en zeg het maar. Je kan deze heel goed meenemen naar het najaar. Oh! Ik zit graag nog met mijn hoofd in de zomer. Maar laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment komt die herfst aan. En dan is deze echt super nice. Ik vond de kleur heel zo mooi. En het is ook een beetje zo'n satijnen stof. Dus dan dat glansje, dat geeft altijd wel wat extra's.
En het is een, ja, wat zou ik zeggen? Een midi skirt. Dus de lengte vond ik, als ik heel eerlijk ben, wel een klein beetje lastig. Maar ook nog wel heel erg mooi staan. Vooral met laarsjes. En ja, gewoon super nice. Even kijken. Deze was €79,95. En die is op dit moment in de aanbieding voor €55,97. En hij ziet boven dan een elastieke band. En ik heb hem in een maat S genomen. Dus kan ik hem lekker hoog en strak in de middel dragen. Nou, zoals ik net al zei in de video, de lengte van deze rok is een beetje midi. Dat is iets waar ik nog een beetje aan moet wennen, want dat draag ik niet zo vaak. Maar ik vond het wel heel erg leuk staan om dan laarsjes erbij aan te trekken. Dus dan zijn de laarsjes wat hoger. Dan is die lengte net iets minder awkward, want ik weet ook niet zeker of ik hem wat hoger draag dan de bedoeling is. Ik krijg hem namelijk echt hoog in mijn middel. En hij is, hij loopt zeg maar halverwege mijn scheenbeen. En doordat ik hem wat hoger draag, heb ik ook het idee dat het elastiek hier een klein beetje omkrult. Dus ik ga vragen of Larissa hem hier even vast kan zetten nog voor de extra. Want ja, ik vind het zelf, ik hou er echt van als een rok gewoon lekker hoog is. En dan met een croptopje erbij zoals dit. Want ik vind het wel echt een hele leuke look zo. Wat ik verder ook wel mooi vind is dat ondanks dat het een recht A-lijnmodel is, ik nog wel de billen er doorheen zie. Ja, en die stof dat het zo glanst is wel echt heel erg mooi. Nou jongens, en het volgende item hebben wij samen genomen. Of samen, ja. We hebben hem allebei. Laat ik het zo zeggen. Ik zit een beetje vast. Oké. Ja. We hebben hem. Dit is een hele leuke jumpsuit. Wat ik wel bijzonder vond aan deze jumpsuit is dat hij echt lekker hoog zit. Dus hij komt echt zeg maar tot hier. Dus ja. Je hebt ook geen inkijk en zo. Maar ik denk dat het ook wel heel erg leuk is om er een wit shirtje onder te dragen. Daar hou ik altijd wel heel erg van. Maar ook als je hem gewoon zonder shirtje wil dragen, is het niet te bloot ergens. Wat ik wel heel mooi vind. Oh ja, en ik zie trouwens aan de achterkant heb je ook nog twee gaatjes. Waardoor je hem ietsje kan verstellen. Zodat het bandje iets langer en korter kan. Dus het hangt een beetje vanaf hoe jouw lichaamstype is. Dus dat vond ik ook wel heel erg mooi over nagedacht. Maar dit is gewoon echt een super mooi item. Dus je gewoon super kan, hoe zeg dat? Updressen en downdressen. Ja, je kan hem in ieder geval ook gewoon jaren meenemen. De prijs hiervan was €109,95. Zo, en hier zie je de jumpsuitjes helemaal aan. Hij is voor mij dus een klein beetje aan de lange kant. Want deze schoenen hebben al een beetje een zool. En dan komt hij net niet en soms net wel op de grond. En hij is lekker wijd en flowy, zoals je kan zien. Ja, ik vind hem echt heel erg chill. En we hebben dus, dit is dus één maat verschil. Dus dit is de S, dat is de M. Dus vandaar dat deze ook net iets korter is. Nou, voordat ik deze shoplog afrond, wil ik nog eventjes mentionen dat Larissa en ik ten eerste ons Nasty Goring shirt in grotere maten hebben toegevoegd aan onze webshop. Namelijk XL en XXL. En we hebben nu ook hoodies. Ja, die zijn echt super lekker. Zal ik hem even pakken trouwens? Ja. Ik kan hem even pakken. Ja, ik ga hem even pakken jongens. Kijk, we hebben deze hoodies ook toegevoegd aan de webshop. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja, het is heel eventjes tussendoor een kleine zelfpromo. Maar we wilden dit gewoon graag met jullie delen. Want we delen het vaak op Instagram. Maar we weten ook dat een aantal van jullie ons niet volgen op Instagram. Dus vandaar dat we het even op YouTube willen delen. Deze zijn dus nieuw. Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Linkjes staan in de beschrijving. Ook natuurlijk naar de webshop, zodat je zelf je eigen Nasty Goring t-shirt kan shoppen. En dan wil je heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze gezamenlijke en gezellige shoplog. En zien we snel weer in de volgende video. Doei doei! Doei.